Nou, ik ben hier bij de receptie van het park waar ik zit, Castillo Beach. En we gaan een stukje lopen. Ik wil een beetje van de omgeving laten zien. Het is geen hele rijke buurt. Maar ja, het maakt niet uit. Ik zit hier heerlijk voor niet te veel geld. En het gaat mij om het weer. Dus we gaan even een wandelingetje maken en kijk naar me mee. Deze wandeling maak ik dus elke dag als ik vanaf mijn huis richting de stad loop of naar de bushalte of waar dan ook. Want dat moet je doen, omdat er verder niet zoveel is. Het zijn allemaal wel hele leuke huisjes hoor. Klein maar fijn. Dit hoort er dus ook allemaal nog bij. Er zit dan wel een straat tussen. Maar deze huisjes zijn ook allemaal van Castillo Beach. Castillo Beach, hoe het ook heet. Dus het is eigenlijk best nog wel heel groot. Maar ja, het is toch een beetje een verpauperde buurt. Slecht wegdek, gaten erin en zo. Maar goed, maakt niet uit. Kijk, dit vind ik dan ook weer mooi, hè? Prachtig. Nou, en dan is het eigenlijk 1 of 2 minuutjes lopen en dan kom je bij het shoppingcenter. Het is maar heel klein, er zit 1 supermarkt, verder een paar restaurantjes. En nou, cafeetjes, restaurantjes, barretjes. Een goede pizzeria zit er, ook fijn. Er zit een Chinees. Ik laat het zo even zien als ik er langs loop. Hé, hier doen ze ook rondje buiten. Prachtig, die palmen en die cactussen, tropische planten. Nou, hier kom je dan zeg maar buiten de accommodaties de woonwijk, of een woonwijk van Castillo Beach. Ik laat het zo even wat beter zien, als ik hier om het hoekje ben. Dat zijn dan wel weer best dure huizen, denk ik. Grote tuin. Ziet er allemaal wel heel netjes uit. Nou, hier kom je dus bij het mini shopping gebeuren, hoe het ook heet. Met allerlei barretjes, restaurantjes. Er zit ook een Indisch restaurant, een Indiaas restaurant. Je kan hier heel goedkoop ontbijten ook. Kijk, dit zijn leuke prijsjes. Jammer dat ze dat in Nederland dan weer niet hebben. Dat zijn leuke prijsjes. Nou, misschien is het leuk om er even doorheen te lopen. Kijk eens, deze prijzen. Als je gezellig wat gaat drinken in de horeca. Tja, het is 5-dubbele in, als voorbeeld, Den Haag. We lopen er even doorheen, dat is toch wel grappig. Het is nu nog vroeg, dus alles is, het meeste is gesloten, denk ik. Maar het is toch wel grappig om even te kijken. Kijk, dus, 's avonds is het dus hartstikke druk hier. Ook grappig, een Pringles-automaat. Nou, er is nu niet zoveel te beleven, maar...
toch leuk om even te laten zien. Hier zit een Chinees. En mijn favoriete bier. Nou, dat heb je overal hier. Kijk. 2,50. Dat is weer ietsje duurder als op andere plekjes. Maar vergeleken met Nederland is het natuurlijk helemaal niks. Hier hebben we een Indiaas restaurant. Ga ik ook nog een keertje eten. Ik denk dat dit wel heel lekker is. Ja. Nou, dan gaan we verder lopen. Ik vind het dan toch leuk om even gewoon te laten zien. Al is het alleen al voor mezelf, om dit terug te kunnen kijken als ik weer thuis ben. Nou kijk, dit bedoel ik met verpauperd. Een beetje vervallen glorie. Maar goed, maakt niet uit. We gaan even door naar filmpje 2, anders wordt het te lang.